Prinses Alexia gaat na de zomer 2 jaar naar school in Wales. De prinses schreef zich in aan de United World College of the Atlantic. Een van de meest prestigieuze middelbare scholen ter wereld. Hoe gaat haar rooster eruit zien op deze nieuwe school? Tekst gaat verder onder advertentie. De 15-jarige Alexia zal niet de enige royaal zijn op de prestigieuze school. Ook de Spaanse prinses Leonor en prinses Elisabeth van België schreven zich in voor het Atlantic College. Alexia treedt hiermee in de voetsporen van haar vader Willem-Alexander, die van 1983 tot 1985 naar de school ging. Middelbare school. Het zal een flinke omschakeling zijn van Alexia's huidige middelbare school, naar een van de beste internationale scholen ter wereld. Het niveau van het onderwijs ligt behoorlijk hoog. Wie de opleiding in Wales afrondt, krijgt met het papiertje toegang tot veel universiteiten over de hele wereld. Waar het bij andere middelbare scholen puur op inschrijving gaat, kom je bij het Atlantic College niet zomaar binnen. Zo wordt er bij de selectie gekeken naar schoolresultaten, interesse in andere culturen en sociale vaardigheden. Rooster haar dagen op school zullen er nooit meer hetzelfde uitzien als nu. Een vast onderdeel van de opleiding is het doen van vrijwilligerswerk. Zo zal Alexia bijvoorbeeld eenzame ouderen helpen, of werken op een reddingsboot. Ook krijgt Alexia te maken met leerlingen van over de hele wereld. Een vast onderdeel van de opleiding is daarom ook het leren omgaan met verschillende culturen. Wie denkt dat het Atlantic College alleen weggelegd is voor de rijksten ter wereld, heeft het mis. Ongeveer de helft van de kinderen maakt gebruik van een beurs. Let's Blok ADS.